Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, georganiseerd door Studium Generale van de Universiteit Leiden. Beste luisteraar, welkom bij deze nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben Raffaele Kwakkel van Studium Generale en vandaag hebben we te gast Annelies Schulte-Noordholt, universitair docent moderne Franse letterkunde aan de Universiteit Leiden. Annelies publiceert regelmatig in binnen- en buitenland over Marcel Proust, Maurice Blanchot, Georges Perec en andere moderne en hedendaagse Franse auteurs. Over Proust publiceerde zij onder andere het boek Le Moi Créateur dans à la recherche du temps perdu. Over de Frans-Joodse literatuur van na de oorlog verscheen Perec, Modiano, Rachimov, La Génération d'après et la Mémoire de la Shoah. Momenteel gaat haar onderzoek over literaire representaties van Parijs in de naoorlogse Franse literatuur, in het bijzonder bij Georges Perec. Eerder deze maand verscheen haar meest recente boek over Perec, Georges Perec et ses lieux de mémoire. Ook is Annelies voorzitter van de Marcel Proust Vereniging en redactielid van Marcel Proust Aujourd'hui en van Relief, een digitaal tijdschrift over Franse literatuur. Bezoekers van de Studium Generale lezingen hebben bovendien eerder kunnen genieten van De Bloemen van het Kwaad, Charles Baudelaire in Nederland, een digitale tentoonstelling die Annelies samenstelde en waarbij zij in oktober 2021 voor Studium Generale een lezingenreeks organiseerde. Wie deze lezingen gemist heeft, heeft geluk. De opnames zijn nog terug te zien via de Studium Generale website. Vandaag praat ik met Annelies over Op zoek naar de verloren tijd van Marcel Proust. Proust overleed in 1922 en daarom worden er in 2022 allerlei activiteiten georganiseerd om Proust te herdenken. Voor Studium Generale organiseert Annelies opnieuw een lezingenreeks met verschillende gastsprekers, die elk over een ander aspect van Op zoek naar de verloren tijd zullen vertellen. In deze podcast zal Annelies ons vast inwijden in deze 3000 pagina's tellende roman, evenals in de Proust-verfilming Le Temps Retrouvé door de Chileens-Franse filmmaker Raoul Ruiz. Ook zullen we al een beetje een indruk krijgen van Annelies' eigen onderzoek naar Proust en Op zoek naar de verloren tijd. Annelies, van harte welkom. Dankjewel. Nou, dan beginnen we maar even bij het begin. Wat was je eerste eigen kennismaking met Proust? Dan moet ik even op mijn papier kijken. De echte vraag is natuurlijk, wanneer en hoe maakte je zelf kennis met Proust? Ja, als kind zat ik op een Franse school. En dus vanaf mijn vierde jaar deed ik mijn hele schoolopleiding in het Frans. En daar hoorde bij dat als je in de vijfde klas van de middelbare school, dan werd Proust je voorgeschoteld. En dus we kregen het hele eerste hoofdstuk van het eerste deel, dus Combray, het eerste deel van de côté van de kant van Swann. Daar kregen we een hele reeks, kregen we daar lessen over. En dat vonden veel leerlingen lastig. Ik vond het meteen prachtig. Waarom? Het waren toen, ik heb proberen me terug te bedenken wat ik er toen nou zo leuk aan vond, of zo mooi aan vond. En dat waren toen vooral de natuurbeschrijvingen. Ja. Dus vooral de passages over de wandelingen aan de kant van Swann en de kant van Guermantes en al die bloemen enzovoort. En de hele ervaring, de manier waarop dat beschreven werd natuurlijk ook, de zinnen, de beelden ook. Dat was één ding. En daarnaast gaat dat eerste deel, zoals je weet, gaat over de kindertijd. Ja. Dus over een klein jongetje en hoe die de wereld ervaart. En dat was ook iets wat me toen aansprak. En later, want er zit een hele, ik denk bij heel veel lezers van Proust, zit er een grote, wel een ontwikkeling in wat je mooi vindt bij Proust. Hè? Yeah, want toen ik in de 20 was, toen dacht ik, nou, ik ga de rest ook lezen natuurlijk. Dus ik begon vrolijk. En toen bleef ik, ook een bekend verhaal wat ik van veel mensen hoor, ik bleef ergens steken, ik weet niet meer goed. Ik denk in de kant van de Guermantes. De kant van de Guermantes, dat is een deel ergens in het midden, twee delen zelfs. En dat gaat voornamelijk over het moderne leven, over de beau monde van de Belle Époque rond de eeuwwisseling. En het zijn heel veel lange salonscènes. Yeah. En, en ik was in de 20, ik denk achteraf gezien, het sprak me niet aan. Ik kon daar niks mee. Met al de subtiliteit van de analyses daarvan, intermenselijke relaties en jaloezie, al die dingen. Het was gewoon nog niet, het raakte me toen nog helemaal niet. Nee. Dus toen ben ik er weer een tijdje mee opgehouden, natuurlijk later weer begonnen enzovoorts. En inmiddels was ik echt professioneel met de Franse letterkunde bezig gegaan in het onderwijs en het onderzoek. En toen pas heb ik het helemaal uitgelezen. Toen was ik in de 30, denk ik, minstens. Oh, ja, dat gelukkig. Heeft wel even geduurd. En in die tijd was het voornamelijk
de kunstfilosofie van Proust, yeah, die me bezig is gaan houden. Omdat ik ook altijd wel veel met filosofie heb opgehad. En langzamerhand kreeg ik ook eindelijk in de gaten wat die moderne scènes nou zo leuk maakte. En ook het geestige van Proust. Ja, dus de, hoe die al die mensen van adel bespot en hun manier van spreken enzovoort. Ja. Dus het heeft al lange ontwikkeling meegaan. Ik ben misschien nog niet klaar daarmee. Nee, het is een roman die je ook steeds weer herleest misschien. Of begon je dan wel, toen je dus dan al wat ouder was, wel meteen met het tweede deel van de roman? Omdat je Combray en De Kant van Swann had gelezen? Of begin je dan weer bij het begin? Als je meestal wel. Ja. Juist omdat ik het eerste deel altijd zo mooi had gevonden, ja, begon ik dan weer bij Combray. Dus het was altijd wel weer een meerjarenproject. Ja, ja. Ja, want was dat. 3000 pagina's, dat is ook wel iets waar je echt voor moet gaan zitten. Of wat je avond aan avond toch wel moet doen. Ja. Of op je nachtkastje moet leggen. En je hebt net al even kort gezegd dat je noemt dan De Kant van Guermantes, De Kant van Swann. De roman bestaat uit meerdere delen, maar het is wel één roman, toch? Zeker. Ja. Proust heeft hem altijd bedoeld, daarom heeft hij ook één overkoepelende titel, Op zoek naar de verloren tijd. En de eenheidsfactor van het boek is natuurlijk de hoofdpersoon voornamelijk. Ja. Hè? Ja. Maar dat neemt niet weg dat hij ook tijdens Proust leven, de eerste editie, die telde meer dan 20 kleine dunne deeltjes. Ja, zoiets. Ja, ja. Ja. Later is dat natuurlijk meest, nu is het, het zijn er 7. Ook in de Nederlandse vertaling zijn er 7 delen. Sommige zijn heel dik en andere iets minder. Ja. Dus het valt wel uiteen in verschillende delen. Maar Proust zelf had het liefst gewild dat het in één deel uitgegeven zou worden. Ja, dat zou echt en dat heeft hij aan het begin ook al bij de geclaimd, bij de uitgever die er niet over piekerde. Nee, het is ook nooit gebeurd. Er is nooit een 3000 pagina talent. Dat is nooit gebeurd. Nee. Nou, dan moet ik even... Maar in ieder geval niet zo... ook de als hij er is, dan valt hij niet echt op tussen alle bundels van delen misschien. Nou, er is een Franse dundruk, natuurlijk de Pléiade van Gallimard, die als de standaardeditie eigenlijk wordt beschouwd. Maar die was altijd eerst in 3 delen, later werd hij in 4, omdat er meer kladversies en voorversies van de roman en meer documentatie bij kwam. Maar ook dat zijn die dundrukdelen hebben ook elk zo 1000 pagina's natuurlijk. Ja, en Proust had dus heel duidelijk zelf ideeën over de roman en hoe die uitgegeven moest worden. Wie was hij zelf eigenlijk? Wat weten we van Proust? Ja, nou, je hebt er net al gezegd, hij stierf in 1922. Ja. Hij werd geboren in 1871. Dus hij zat eigenlijk precies tussen 2 eeuwen in. Ja, tussen de 19e en de 20e eeuw. De jonge Proust heeft heel lang een heel intensief modern leven geleid. Ja. Hij wist al heel jong, waarschijnlijk omdat hij zo geestig en entertaining was, wist hij al vrij snel, toen hij 16, 17 jaar kreeg, hij al ingang in hele chique salons. Hij zelf was namelijk van de burgerij. Ja, kijk, ja. In de roman van Proust, het is heel erg een standenmaatschappij. Mm-hmm. Hè? Dus je hebt de burgerij aan de ene kant, en die kan heel rijk zijn, maar ze stellen nog niets voor in de ogen van de adel. Nee, de oude Franse adel van voor de Franse revolutie. Maar zoals ik zeg, Proust wist wel dus ingang te krijgen in al die briljante salons. Zijn familie was heel well-to-do. Hè? Dus hij heeft nooit hoeven werken. Het verhaal gaat dat hij 1 keer gesolliciteerd heeft en aangenomen is in de bibliotheek ergens in Parijs. En daar heeft hij 3 dagen uitgehouden. 3 dagen? Ja. Dus goed, hij heeft lange tijd inderdaad dat intensieve moderne leven geleid. Maar dat betekent niet dat hij al die tijd niks uitvoerde. Nee. Ook niet omdat hij geen baan had. Nee. Hè? Maar dat betekent niet dat hij niets deed. Hij heeft eigenlijk al heel jong, van jongs af aan, heeft hij geschreven. Dus heel verschillende dingen. Van artikelen, proza-gedichten is hij mee begonnen. Okay, die zijn op een gegeven moment in tijdschriften gepubliceerd. Literaire kritiek. Ruskin, The Stones of Venice. Hè, een belangrijk kunsthistorisch werk heeft hij uit het Engels vertaald. Daar gaat ook een mooi verhaal bij dat Proust amper Engels kende. Maar hij vond Ruskin zo mooi. En hij had een vriendin die goed Engels kende. Aha. En die kon hem vertellen wat erin stond. En met haar samen vormde hij dat dan om tot een mooie, mooie Franse tekst. Die dus eigenlijk een soort Ruskin-Proust is eigenlijk. Hè. Dus daar is hij lang intensief mee bezig geweest. En hij is toen hij in de 20 was, aan zijn eerste roman begonnen. Ja. Dat is een roman Jean Santeuil, een beetje autobiografische roman van honderden
bijna 900 pagina's. Maar die nooit is afgekomen en ook nooit gepubliceerd, want hij is vastgelopen in die roman. Dus hij bleef bezig. En in die zin is die heel anders, is het heel wat anders dan... Men heeft lang gedacht, omdat hij zoveel in die salons rondhing, dat hij eigenlijk alleen maar een mondaine figuur was. Ja, dat hij niet zoveel uitvoerde. Nee. En daarom werd hij dus ook niet serieus genomen. Nee. En dat kwam ook omdat zijn hoofdpersoon in de recherche natuurlijk wel een beetje een leegloper, zou je kunnen zeggen, is. Ja, ja. Het is een figuur die... Eigenlijk niets anders, alleen zijn sociale leven, daar gaat het om. Ja. Zijn liefdesleven en zijn sociale leven. Maar verder, het schrijven, daar gaat natuurlijk het hele boek om. Dat hij vanaf het begin af aan die ambitie heeft tot schrijven. Maar die roeping heeft, maar de roeping duurt eigenlijk 3000 pagina's. Ja. En pas aan het einde heeft hij eindelijk zo'n ingeving van, nu weet ik waar dat boek over moet gaan. Ja. Heel lang, in Combray ook, dan loopt hij door de bossen te wandelen. En hij zegt van, waar moet mijn boek over gaan? Ja. En dan slaat hij met zijn stok in de struiken en roept zuut, zuut, zuut. Ja. En dat komt allemaal pas aan het eind. En ik denk dat dat beeld, de hoofdpersoon, dat is eigenlijk het beeld van Proust zelf, van de schrijver, ook een beetje gaan bepalen bij het publiek. Ja. Ja. Ja, die zijn ook gaan denken van... En daar kwam bij dat Proust nog ook mondaine chroniekjes schreef in de krant. Want hij ging naar al die feesten toe. En dan schreef hij de volgende morgen een artikeltje in de Figaro. Oh. En van, welke die en die dames waren er, die en die namen. Want daar ging het om, was je daar gezien? Ja. En wel, die hadden die en die en de jurken, die beschreef hij dan in detail. Ja. Enzovoorts. En wij zeggen nu dat Proust natuurlijk toen al intensief bezig was. Ja. Tijdens al die middagen en die matinees en die mondaine feesten. Met observeren. Ja, absoluut. Van al die details die daarna natuurlijk allemaal in zijn boek terechtkwamen. Ja. Maar als je maar dat natuurlijk niet weet. Ja. Precies, de tijdgenoten die zeiden, ja, iemand die zulke mondaine stukjes schrijft in de Figaro, dat kan geen serieuze schrijver zijn. Nee, dat is iemand die nu voor de privé schrijft, die dan over 20 jaar ineens een groot romancier blijkt te zijn geweest. Precies, ja. Precies. Ja, dus dat, goed, dat heeft hij lang volgehouden. Ja. Dat schrijven, maar eigenlijk nooit, hij wist ook nooit zo goed, moest het een roman of moest het een filosofisch essay worden? Ja, Daar heeft het ook lang tussen. En natuurlijk is het ook zo dat Op zoek naar de verloren tijd... het is helemaal een roman. Een verhaal natuurlijk met personages enzovoort. Maar daar zit natuurlijk heel veel reflectie in. Ja. Heel veel essayistische passages in. Hè. Dus daar heeft hij lang over gedaan om zichzelf te vinden. En eigenlijk pas 1905 geloof ik dat zijn moeder overleed. Zijn vader was al eerder overleden. Toen stond hij er alleen voor... Toen hij dat verwerkt had, toen was hij klaar om echt aan het boek te beginnen. Ja. Waarvan hij al eigenlijk allerlei voorversies in die andere geschriften geschreven had. Ja. En toen werd ook zijn ziekte, want dat heb ik nog niet benoemd. Dat is wel vrij, denk ik, bekend over Proust. Dat hij al heel jong aan astma leed. Ja. Dus ja. Hij kon bijna al die mooie bloemen die hij beschrijft in Combray, die heeft hij later nooit meer kunnen ruiken. Nee. Die kon hij zelfs niet eens verdragen. Hè? Nee. En dat werd steeds erger. En op een gegeven moment heeft hij zich die ziekte... Het wordt ook wel gezegd dat hij die ziekte heeft aangewend... om zich terug te trekken uit dat sociale leven. Dus toen is hij verder in zijn huis en in zijn kamer gebleven. Ja. Hij was ook overgevoelig voor geluid. Dat is ook zo'n bekend verhaal voor Proust... dat hij zijn kamer met kurk heeft laten bekleden... zodat hij de straatgeluiden niet meer hoorde. Ja, nou waren de straatgeluiden toen natuurlijk veel nog erger dan nu. Ja. Met al die rijtuigen over de straatstenen enzovoorts. Ja. En dus vanaf dat moment bleef hij in die kamer en vaarlijk ook op zijn bed. En zijn hele leven, zijn dag- en nachtritme was volkomen omgekeerd. Hij sliep overdag en hij werkte 's nachts. En dat maakte elk sociaal leven eigenlijk ook al onmogelijk. Ja. En toen is hij zo intensief begonnen met schrijven. Maar toen, het eerste deel kwam uit in 1913, De Kant van Swan. Toen was hij dus, even denken, ruim 43. Ja, dus hij is een lange aanloop geweest. Ja, maar goed, ondertussen al wel heel veel beschouwingen, ook grote essays geschreven natuurlijk, inderdaad voor de Figaro. Maar wat je net al noemt, Proust, de schrijver en de hoofdpersoon van de roman worden af en toe met elkaar verward. Voordat we het gaan hebben over waar de roman nou precies over gaat, is dat misschien wel goed om te verduidelijken. Is het nou een autobiografie, die roman? Of zien we het dan helemaal verkeerd? Ja, nee, dat is een hele goede vraag die ook heel vaak gesteld wordt. Ik heb hem pas ook weer aan student gesteld. Ja. Een beetje een strikvraag. Ik stelde de vraag, is de recherche een autobiografie, een roman of memoires? Ja. Maar één goed antwoord mogelijk. Oeh. Want ze konden niet zeggen van nou, het is dat allemaal. Nee, ja. Dat was natuurlijk dan een beetje makkelijk.
Het is een ingewikkelde kwestie, want de hoofdpersoon van de roman heeft geen naam. Het is alleen een ik-figuur. Ja. En hij heeft ook heel weinig, weinig kenmerken eigenlijk. We weten eigenlijk helemaal niet hoe hij eruit ziet. Nee. We krijgen nergens een portret, in ieder geval een fysiek portret, krijgen we niet van hem. Wel leren we al gauw dat het een jonge man uit de goede burgerij is, met al jong schrijversambities. Hypergevoelig, ja. Hele intense emoties natuurlijk, van diep verdriet tot hemelhoogjauchzend, laten we maar zeggen. Hè. Ja. Dus al dat soort dingen wel. Maar er is dus een vreemd contrast tussen die hoofdpersoon, zonder naam, en dan al die andere personages met hele typerende namen en hele sterke portretten. Maar toch is hij natuurlijk het middelpunt. Ja. Het gaat om hem, het gaat om zijn ontwikkelingsgang. Maar omdat hij geen naam heeft, daarom wordt hij meestal dus de verteller genoemd. Ja, ja. Omdat hij tegelijkertijd, en dat is ook een beetje het ingewikkelde, tegelijkertijd is hij de hoofdpersoon, dus hij beleeft het allemaal. En tegelijkertijd is hij ook degene die zichzelf continu observeert en ook het verhaal vertelt. Dus hij is hoofdpersoon en verteller tegelijkertijd. Maar dus nu de kwestie van die autobiografie. Proust heeft enorm veel van zichzelf in die hoofdpersoon gelegd. Maar hij valt er helemaal niet mee samen. Nee, En dat is misschien ook de reden dat hij daar geen naam aangegeven heeft. Want hij heeft echt een autonoom personage willen creëren. Dus er is veel meer wat hij mee heeft gemaakt dat je wel zou kunnen herleiden. Hè? Van wat de hoofdpersoon meemaakt tot dingen in het leven van Proust. Maar ook weer helemaal niet. Hè? Nee, want die hoofdpersoon uit de roman, het is een katholiek gezin. Er zijn een paar ook in Combray, ze vieren katholieke feestdagen. Er zijn veel katholieke beelden ook die gebruikt worden. Ja. Hij is heteroseksueel. Hij wordt verliefd op het ene meisje na het andere. Ja. Gilbert en later Albertine enzovoort. Dat heeft allemaal dus heel weinig te maken met wat we van Proust zelf weten. Waarvan de moeder Joods was, dus hij was half Joods. En zijn liefdesleven was overwegend homoseksueel. Ja. Ja. Dus op die manier heeft hij zich daar echt, door een roman te schrijven, heeft hij afstand van zichzelf willen nemen. Ja, ja. En er is ook veel van zichzelf dat hij in andere personages heeft gelegd. Oh ja? In Swann bijvoorbeeld. Ah. Ja, de liefde van Swann. Daar ligt de hele jaloezie van Swann. En al het leed wat hij doormaakt. Dat zijn heel veel dingen daar die zou hij ook doorleefd wel, zijn. Ja, ja precies. Ja. Maar goed, dat doet er eigenlijk niet heel veel toe in zekere zin. Ja. Maar dat is wel interessant wat je nu zegt. Dat doet er in zekere zin misschien helemaal niet zo heel veel toe. Proust vond dat zelf ook belangrijk, toch? Om te benadrukken dat het er misschien helemaal niet zoveel toe deed in hoeverre die roman nou op zijn eigen leven gebaseerd was. Nee, hij wilde juist dat niemand daar meer over zou hebben. Ja. Het punt was natuurlijk toen het boek uitkwam, toen is precies dat door de critici gezegd. Ja, ja. Nou, het interesseert ons niks. De roman begint, voor wie hem niet kent, met een man, een naamloze man die in zijn bed ligt en tussen waken en slapen in. Hè? Ja, dat is de openingsscène. En er was een criticus toen, ik weet niet meer van welke krant, en die zei, ja, wat kan ons dat schelen, wat Proust in zijn bed niet in slaap kan komen. En al dat gemijmer van hem en dat gezeur. En zo ging dat door. Ja. En dan waren er waren mensen die hadden die autobiografie. Ja. En dan waren er andere mensen die hadden, ja, maar ik ben die Duchesse de Guermantes. Je hebt mij afgebeeld daarin. En dat heb je niet gedaan, zo ben ik niet. Oh, dat ja. Of ze klaagden dat ze daar niet in stonden. Nee, dat is natuurlijk nog erger eigenlijk. Ja, dat, Dus het heeft heel lang geduurd. Heel lang werd het als memoires of iets autobiografisch gezien. Ja. Het heeft heel lang geduurd. Eigenlijk heeft een generatie overheen moeten gaan. Die heeft moeten overlijden, zodat niemand meer wist wie het allemaal waren. Nee, precies. Wel, ja. En toen werd het langzaam echt wel als een roman gezien. Ja, ja. Dus. En dan is er een literatuurcriticus en die vat heel kort samen waar die 3000 pagina's nou over gaan. Je schrijft daar ook over Jeannette. Dus de Franse criticus uit de jaren 60 is dat. Dat is echt nog wel weer wat later. Ja, veel, veel later. Maar toen, je kunt zeggen dat vanaf de jaren 60 Proust eigenlijk in het centrum van de aandacht van literaire theoretici en critici kwam te staan in Frankrijk. Het werd een beetje als het model gezien van de moderne roman. Ja. Als een soort schoolvoorbeeld. En inderdaad, Gérard Jeannette, die had die onsterfelijke zin van, waar gaat Proust over?
Marcel wordt schrijver. Ja. Nou, dat woord Marcel, dat wordt wel vaker gehanteerd. Want het is natuurlijk heel lastig om de verteller steeds maar te zeggen. De verteller doet dit en de verteller doet dat. Dus Marcel zeggen is niet verboden. Nee, maar een beetje, ja. Ja, precies. Ja, je gaat natuurlijk wel in de richting van toch te zeggen dat de hoofdpersoon sterk op Proes lijkt. Ja. Maar dat deed met Jeannette was dat eigenlijk niet het geval. Hij legde daarbij de nadruk op door te zeggen, maar het hele boek gaat over een man die schrijver wordt. Hè. Ja. Daarmee legde hij natuurlijk de nadruk op de kant van het verhaal die gaat over hoe iemand een schrijversroeping heeft. Ja, hè. Ja. Dus, en hoe dat aan het begin, hoe dat begint, hoe dat verder gaat, die ambities, en hoe er aan het eind. Dat zit in die zin ook, Marcel wordt schrijver. Hij is het aan het begin niet, hij wil het worden. En helemaal aan het eind in de hervonden tijd, dan is hij het ineens geworden. Ja, dan lukt het. Want dan staat hij aan het begin, dan weet hij hoe zijn roman eruit zal zien. En vanaf dat moment is hij schrijver geworden. Dus dat was een beetje een manier om het als een bildungsroman te zien. Ja. En dat is de Post natuurlijk ook. Ja. Het staat wel in de lijn met andere bildungsromanen van die... Ja, zeker omdat in dat eerste deel al, nou ja, wat je beschreef, dat de verteller daar als jong jongetje al erg bezig is met het observeren van zijn omgeving en literatuur lezen. En dan door die ervaring van dat lezen toch denkt, ik wil ook gaan schrijven of ik wil ook kunnen uitdrukken wat ik ervaar. Ja, nu verwijs je naar een hele mooie scène, geloof ik. Waar hij in de tuin een boek zit te lezen. Ja, precies. Ja. Als jongen van, nou, dat is niet zo duidelijk, 12, 13 jaar of zo, dan brengt hij hele middag door in de tuin met de romans. En dan ervaart hij wat het is om helemaal te worden opgeslokt door de romanwereld. Hè, waardoor je niet meer weet waar je bent en wie je bent. En, maar je wordt dat romanpersonage. Ja. Hè? Dus het gaat ook over die hele, dat mysterieuze van je identificeren met personages en met het leven. Dat leven, zegt hij dan, dat is zo vele malen boeiender dan het gewone leven natuurlijk. Hè? En inderdaad, misschien heb je wel gelijk dat hij vanaf dat moment... Het lezen gaat vooraf aan het schrijven natuurlijk, altijd. Ja, ja, ja. Dat je dan vanaf dat moment gaat dromen van... Ook, hij leert natuurlijk ook een schrijver kennen die Bergot heet. Ja. Ja. Er zitten in de roman van Proust zitten er drie kunstenaars. En die zijn alle... Bergot is de essentie van de schrijver. Ja. Dus het model waar hij zich aan spiegelt. En dan heb je nog een muzikus. En je hebt nog een schilder, die komen later in de roman dan tevoorschijn. Ja. Maar ze zijn alle drie staan ze voor wat kunst kan zijn en wat het moet zijn. Hè? Ja, ja. Dus het zijn ook, natuurlijk als jonge man spiegelt hij zich ook aan grote schrijvers die hij mateloos bewondert. Ja. Dat zijn ook hele grappige beschrijvingen, hoe hij dweept met Bergot. Die Bergot heeft een hele decadente fin de siècle stijl. Ja, ja, ja. Waar je als lezer wel om lacht. Ja. En Proust, toen hij volwassen was, natuurlijk ook. Ook, ja. Ja. Precies, ja. Ja, en in die zin, dat haakt ook in op wat je eerder zei, over dat de roman natuurlijk ook echt wel een roman is, maar ook allerlei bespiegelingen bevat. Mm-hmm. Over dus inderdaad allerlei kunstvormen, van literatuur tot schilderkunst en muziek. Ja. Er zit ook in dat eerste deel toch een moment dat hij dan beschrijft het jonge jongetje, dat wandelt dan weer door het landschap en dan komt hij langs de Vivonne, die fictieve rivier. En dan daar de waterlelies. Toen ik dat las, toen dacht ik, ja, maar dit is Monet. En ik weet niet in hoeverre die passage dan zich echt verhoudt tot dat schilderij. Maar dat las wel echt als de ervaring die je hebt als je voor het eerst die schilderijen van de waterlelies ziet. Dus dat voelt wel... Het is leuk dat je het zegt, ja zeker. Zeker die beschrijving van die waterlelies in dat riviertje. Proust was natuurlijk met al zijn voelhoorns had hij de schilderkunst van zijn tijd opgezogen. Ja, ja, ja. En... er zijn ook wel, de schilder die hij beschrijft, is een soort, die komt later in de roman, hè, El Stier, is een soort compositie van allerlei schilders uit die tijd. En Monet zit daar ook bij, maar ook Whistler bijvoorbeeld. Ja, ja. Turner ook. Ja. Dus hij heeft uit elementen uit allerlei, en ook die mensen die zeegezichten schilderden in die tijd. En dat komt allemaal samen in die figuur van El Stier. Ja. Maar je kunt je zeker... Natuurlijk, hij kan niet anders dan aan die Nymphéas gedacht hebben. Natuurlijk. Hij noemt ze ook les Nymphéas de la Ja. de la Vivonne. Ja.
nou ja, goed. Alleen al daarom is het zeker de moeite waard om de roman te lezen. Maar voor iedereen die nou denkt, die 3000 pagina's, dat vind ik toch wel wat overweldigend. Zijn er gelukkig ook alle mensen geweest, of filmmakers geweest, die hebben gedacht, ik ga een poging doen om die roman te verfilmen. Nou, denk ik niet dat zij geïnspireerd werden door het idee, ik ga die roman toegankelijk maken, maar meer dat ze zelf waarschijnlijk ook toch gegrepen werden door de roman, door de beelden. Het voelt ook heel, of als je het leest, dan zie je het ook zo levendig voor je, dat ik me helemaal kan voorstellen dat je dat als filmmaker ook wilt verfilmen. Maar het lijkt me ook een uitdaging, 3000 pagina's in een film vatten. Ja. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Want je bent zelf erg fan van de film, of fan is misschien een gek woord, maar van de film van Raúl Ruiz. Maar er zijn eerder ook al verfilmingen geweest. Ja, zeker. Ja, ja, het is vele malen geprobeerd. Ik las net toch in de trein, zat ik het persdossier van die film van Ruiz eventjes weer in te kijken. Ja. En daar waren meerdere artikelen die als titel hadden, een onverfilmbare roman, vraagteken. Ja. Maar ik zal eerst inderdaad, laten we het eerst over die vroegere verfilming hebben. Ja. Van Volker Schlöndorff was dat. Volker Schlöndorff, dat is een Duitse regisseur, maar die zeer francofoon en francofiel was. Die zelfs lange tijd in Frankrijk volgens mij ook gewerkt heeft. Ja. En inderdaad, het is alleen maar uit liefde voor Proust waarschijnlijk dat hij daaraan aan begonnen is. Maar inderdaad, telkens komt er als eerste op natuurlijk van, net wat jij noemde, hoe doe je dat met zo'n gigantische roman, hè, die ook nog eens een keer zoveel bespiegelingen bevat en zo weinig verhaal. Ja, dat is natuurlijk ook wel iets. Hè? Ja. Ja. En hij heeft een heel duidelijke beslissing gemaakt. Hij heeft gewoon alleen maar het deeltje Een liefde van Swann genomen. Ja. En dat is het tweede hoofdstuk uit het eerste deel van De kant van Swann. Dus Een liefde van Swann. Dan is dat nog 300 pagina's. Ja. Maar het staat een beetje op zichzelf in het geheel van de roman van Proust. Ja. Omdat het enige deel is waar de ik-persoon bijna afwezig is. Ja. Ja. Hoewel het wel in de hij-vorm over Swann geschreven wordt, kruipen we toch in de huid van Swann en beleven we zijn liefde voor Odette, die in het Frans een demi-mondaine wordt genoemd. Een vrouw die sociaal zijn minder is. Hè, waar die een liaison mee krijgt. En ik vind zelf eigenlijk het heel. Het is lang als een beetje een kostuum. Een mooie kostuumfilm is het beschouwd. Toen het uitkwam ook. Ja. Maar ik heb niet zo lang geleden het met studenten weer bekeken. En toen hebben ze daar ook analyses van gemaakt enzovoort. En toen kwam er toch achter dat hij daar een hele slimme ingreep eigenlijk, hè, door alleen maar dat deel te pakken, dat het hem toch eigenlijk heel goed gelukt was om de thematiek van Proust uit te beelden, maar ook de sfeer van het boek en zelfs ook de stijl, om dat te visualiseren. Want dat is altijd de uitdaging van die films natuurlijk, om dat te visualiseren. Ja. En dus als je bijvoorbeeld denkt aan het hele verhaal van Swann, is eigenlijk het verhaal van een diepe crisis, hè, een hevige liefde die ontstaat, die zich ontwikkelt, maar die al snel ontaardt in hevige jaloezie. Ja. En uiteindelijk. Want wie is Swann eigenlijk, even tussendoor, de hoofdpersoon ook? Ja, nou, Swann is eigenlijk een vriend van de familie. Ja. Dus hij komt helemaal aan het begin al voor, als de verteller nog een jongetje is, dan komt hij op bezoek. Hij is een vriend van de familie, hij komt 's avonds op bezoek. En hij brengt ook vaak prenten en dingen mee. Dus hij initieert dat jongetje een beetje tot de kunst. Ja. Het is een interessant personage in die zin dat hij iemand is uit de Joodse burgerij, van Joodse afkomst. Maar die een enorme sociale carrière heeft gemaakt en toegang heeft tot koningen en prinsen en prinsessen en ook de adel enzovoort. Hè? Ja. Maar dat speelt dan op dat moment eigenlijk voor de hoofdpersoon nog niet zo'n rol. Nee. Maar dat tweede deel, dat gaat echt over Swann zelf. En niet zozeer meer over de verteller vertelt daar wel over, maar is daar zelf niet bij wat zich afspeelt. Nee, want het speelt zich allemaal af voor de geboorte van de hoofdpersoon. Oh, ja. Ja, dus het is 20 jaar voor zijn geboorte en heeft het allemaal van horen zeggen. Ja. Het hele hij verhaal. Reconstrueert het. Precies, ja. Maar goed, wat doet Schlöndorff dan? Hè? Hoe pakt hij het dan aan? Om bijvoorbeeld om dat analytische, dat hele verhaal zit vol met continu analyse van de gevoelens natuurlijk van Swann. Hè? Door Swann zelf. Liefde, door Swann zelf. En je kunt natuurlijk moeilijk de hoofdpersoon continu als een pratend hoofd opvoeren. Hè, en lange lappen uit de tekst, uit het boek laten uitspreken. Dus Schlöndorff heeft er gewoon bijvoorbeeld dingen bij verzonnen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld, dan zie je Swann op een ochtendje in scène.
in zijn salon. En de barbier komt op bezoek, want die komt iedere morgen hem thuis scheren. Zo ging dat dan. Ja. En je ziet die barbier, die zie je zijn instrumenten uitstallen. Vlijmscherpe messen en scalpels enzovoorts. Ja. En die worden op zo'n manier worden die gefilmd. Terwijl Swan aan het disserteren is, laat ik maar zeggen, of reflecteren op zijn liefde. En zal Odette hem nog, heeft ze misschien iemand anders, enzovoorts, enzovoorts. Hè? Ja. En dan ga je dus zien, die messen ga je zien als een beeld van die hele analyse. Ja, visualisering daarvan. Ja. Dus dat vind ik dingen die wel heel knap gevonden zijn. Hij gaat zichzelf blootleggen. Hij legt zichzelf bloot. Ja. Zoals die barbier met die scalpel misschien. Of een chirurg zou je ook hebben. Hadden ze ook kunnen nemen. Ja. Als beeld. Hè. Dus dat maakt dat is wel heel goed gedaan. Ja. Dat maakt het heel mooi. Ja. En daarnaast ook, het was natuurlijk heel slim om. Het hele verhaal van Swan, dat natuurlijk die liefde duurt een paar jaar, kun je wel zeggen. Of zoiets, of een jaar. Maar dat is natuurlijk ook te lang. En dat wordt allemaal teruggebracht naar 24 uur. Ja, om echt dus een momentopname. Een soort, zoals Virginia Woolf met Mrs. Dalloway doet. Hè? Ja, ja. Een dag uit het leven van Swan. Ja. En binnen die dag beleeft hij, die dag is aan het eind van die liefde. Dus dan reflecteert hij met flashbacks op alles wat hij meegemaakt heeft. Wat heel Proustiaans is. Dat is precies heel goed. Ja, zeker. Ja, ja, want we gebruiken nu het woord flashback, maar eigenlijk is er een ander woord voor wat Proust dan doet. Dat heet een onwillekeurige herinnering. Mm-hmm. In het Nederlands dan, maar in het Frans is het. Een souvenir involontaire. Ja, dat is altijd mooier. Maar het komt tot hetzelfde neer. Ja. Een onwillekeurige herinnering. Ja, en we hebben dan natuurlijk, in een van de podcastafleveringen die vaste luisteraars al geluisterd hebben, hebben ze al gehoord over het wereldberoemde Madeleine moment. Ja. Voor wie die aflevering nog niet gehoord heeft, of op de een of andere manier niet daarvan op de hoogte is, wat gebeurt er nou precies? Wat is die onwillekeurige herinnering bij Proust? En wat heeft die Madeleine daarmee te maken? Ja, dat is een goede vraag. Een scène ook uit het eerste deel. Ja. Is dat, hè? Ja. Dus het. Maar het is wel een scène waar de hoofdpersoon eigenlijk als volwassen. Hè? Hij is volwassen, maar hij bevindt zich in een beetje. Het is een sombere dag, het regent en hij is in de put. Want hij had altijd het idee dat hij schrijver wilde worden, maar er komt niks van de grond. Het is koud. Hij komt thuis en zijn moeder zegt: wil je een kopje thee? Ja, hij zegt thee vind ik eigenlijk helemaal niet lekker. Tenminste, Frans drinken geen thee, maar koffie. Thee is iets voor zieken, hè? Ja. Enigszins, nou goed. Maar die moeder, zoals moeders zijn, die geeft hem toch dat kopje thee. En toch die Madeleine dan. En dan op dat moment het Madeleine koekje gedoopt in de thee. Daar gaat het om. Ja, dus dat valt uiteen, een brokje in die thee. En dan komt er ineens een heel hevig vruchtengevoel over hem heen. Ja. Echt een soort gelukzaligheid. En waarvan hij helemaal niet weet waarom. En dan gaat hij zich dat afvragen. En dan krijg je een hele lange. Ja, dan komt er een lange analyse. Eigenlijk een experiment. Want hij zegt: ja, ik begrijp niet goed waar dat vandaan komt. Laat ik het experiment nog eens herhalen. Ik neem nog een slokje met een stukje Madeleine. Nou goed, en zo stapje voor stapje komt hij erachter. En op een gegeven moment voelt hij, het is ook prachtig beschreven, voelt hij eigenlijk de herinnering opkomen uit de lagen van de tijd. Zo wordt het zo'n beetje beschreven. Ja. En die herinnering is een jeugdherinnering. Ja. Jeugdherinnering aan de zondagen, de vakanties die hij als kind doorbracht in een dorpje in het hart van Frankrijk, waar zijn familie een huis had. En waar hij dan elke zondagmorgen, dan werd hij door zijn ouders naar zijn tante gestuurd, een bedlegerige tante. En die moest hij even goeiedag gaan zeggen voordat ze naar de mis gingen. Heel katholiek dus allemaal. En die tante was bedlegerig en ziek, dus die dronk eigenlijk altijd kruidenthee. Ja, tisane. Tisane. En die gaf het kind, oh, die gaat een slokje. Ik heb een lekker koekje voor je, Madeleine, ik doop het in de lijn, alsjeblieft. Ja. En dat is het magische moment, als je ontdekt het gaat niet zozeer om dat die ene herinnering naar boven komt, maar dat vanaf dat moment eigenlijk dat die hele jeugd in de herinnering weer opleeft. Ja, en vanaf dat moment, daarvoor had hij zich alleen, want je zei mooi, inderdaad, onwillekeurige herinnering. Ja. Het is inderdaad het zijn herinneringen die opkomen spontaan. Daar gaat het om. Spontaan, via inderdaad zintuiglijke ervaringen. In dit geval de smaak, misschien ook de reuk. Hè. En dat staat tegenover, zou je kunnen zeggen, wat hij noemt mémoire volontaire.
Het actief graven. Ja, precies. He, want hij heeft natuurlijk, de hoofdpersoon heeft dan al heel vaak geprobeerd zijn jeugd op te roepen. Maar er kwam eigenlijk altijd maar één traumatische ervaring weer boven. Ja. Een traumatische ervaring met de moeder die hem s'avonds niet, soms geen kusje kwam geven. Dat zou een lang verhaal zijn. Ja. Maar in ieder geval, een tijd lang is die herinnering heel fragmentarisch. En door die Madeleine wordt die compleet. Ja. He, en dan krijg je het complete verhaal van de jeugd. Ja. Van de kind dat tijd komt dan naar boven. Ja, dus. En dat is ook weer natuurlijk een goed voorbeeld van zo'n moment wat en een prozaïsche scène is voor de verteller zelf in een roman, maar tegelijkertijd ook een heel filosofische bespiegeling. Want we hebben allemaal wel eens zo'n moment ervaren, denk ik. Zo'n souvenir involontair. Dat je inderdaad ergens loopt of iets ruikt en daardoor toch weer een herinnering van vroeger, waarvan je helemaal niet meer wist dat die ergens onder de oppervlakte zat, terug kunt vinden of terughaalt. Zeker, ik denk dat het heel herkenbaar is. En het interessante is natuurlijk dat Proust ook al helemaal in de gaten had wat het onbewuste is. Ja, ja. Dat er iets, zoals jij net mooi formuleerde, onder de laag van het bewustzijn ligt te wachten, waarvan je niet eens weet wat het is. Ja. En dat door dit soort zintuigelijke ervaringen weer boven kan komen. Ja, ja. En zit in de titel zit dus die zoektocht al, waar we het al eerder over hebben gehad. Er zijn meerdere zoektochten in de roman. De zoektocht naar het schrijverschap is er één, maar dus ook de titel Op zoek naar de verloren tijd. Wat is die verloren tijd nu precies? Wat bedoelt Proust daarmee? Is dat het terugvinden van een kinderherinnering of is dat eigenlijk toch wat ingewikkelder dan dat? Ja, dit is zeker. Ik denk dat laatste wat je zegt, hoor. Ja, titels zijn altijd iets waar schrijvers lang mee bezig zijn. Yeah. En titels moeten veel lagen hebben. Dat zijn de beste titels, wordt altijd gezegd. Hè? En, dus natuurlijk is er een eerste niveau waarop het... als je aan de Madeleine denkt, dan gaat het om het opleven van iets uit het verleden. Hè? Yeah. Yeah. Maar als je die Madeleine-scène leest, dan is je nog niet duidelijk waarom dat dan zo'n enorm geluksgevoel geeft. Nee. Hè? Behalve van nou het identificeren van, want die herinnering op zich is helemaal niet zoveel bijzonders. Nee. Wat daar gebeurt. En Proust heeft zijn roman heel bewust opgebouwd. Hij heeft niet alles meteen weggegeven. Hij wil dat, net als de hoofdpersoon, die moet van alles ontdekken. Die maakt veel fouten en dan komt hij erachter hoe het wel zit. En langzamerhand groeit hij naar de waarheid toe. Ja. Aan het einde pas zal hij dat aanschouwen. En de lezer moet dat ook ervaren. Ja. En daarom geeft hij dat niet weg aan het begin. Want waar het uiteindelijk daarom gaat, is dat in die Madeleine, dat er dat samensmelten van een moment uit het verleden en een moment uit het heden, die eigenlijk tegelijk aanwezig zijn. Ja. En dan kom ik op jouw vraag van wat die verloren tijd dan mee bedoelt. Want een tweede betekenis, afgezien dus van het verleden dat weer opgeroepen wordt, is precies de tijd zelf. Ja. Het feit, het stromen van de tijd. En dat de tijd voelbaar wordt. En de tijd wordt voelbaar in dat soort momenten. Ja. Waarvan je even denkt, het heden en het verleden vallen samen op dit moment. En dan krijg je tegelijkertijd, is bij Proust het gevoel voor, als je zegt het stromen van de tijd, dan is het ook alles vergaat. Ja, want ik wil het zeggen. Dus het is ook vergankelijkheid, het is ook vergetelheid. Veel mensen zeggen altijd van, nou, Proust, dat gaat over de herinnering. En het is natuurlijk waar, maar het is ook niet waar. Want het gaat ook over het vergeten. Continu vergeten. De verteller zegt regelmatig, als we niet konden vergeten, konden we ook niets herinneren. Je moet ook vergeten om verdriet te kunnen verwerken, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Moet dat ook kunnen verdwijnen. Ja, want het lijkt alsof als je de roman leest en ook dan alleen het eerste deel, dan lijkt het nog alsof de tijd en herinneringen, dat allemaal heel dromerig en positief is, om het maar zo te zeggen. Maar je schrijft ook ergens dat voor Proust de tijd ook, nou ja, wat je al noemt, een vernietigende kracht heeft. En dus helemaal misschien niet zo dromerig en prettig en zwevend door een mensenleven is. Er zit ook een, nou ja, toch wel een verdrietige of een misschien wat verontrustende kant aan. Ja, verontrustende kant en ook een onomkeerbaar iets. Ja. Onomkeerbaar wat er verlopen van de tijd en het ouder worden uiteraard ook. Hij noemt het le temps destructeur. Dus de vernietigende tijd. En je ziet het bijvoorbeeld in zijn opvatting van hoe het zelf in elkaar zit. En dat schuilt voor al zijn personages,
maar ook zeker voor de hoofdpersoon, dat het is nooit een homogeen, het zelf is nooit homogeen, nooit een vaste eenheid met een bepaald vast karakter, maar het zijn allerlei ikken die elkaar opvolgen door de tijd heen. Hè? Yeah. En bij Swan is een mooi voorbeeld, denk ik. Er is de Swan die verliefd is op Odette en jaloers enzovoorts. Maar op een gegeven moment beseft hij dat ik aan het afsterven is. Ja, dan is dat voorbij. En dat is het einde van de kant van een liefde voor Swan. Als die zegt van, nou, hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Hoe heb ik verliefd op haar kunnen worden? Dus het is een soort je kritisch kunnen verhouden tot jezelf. En dan ook kunnen ervaren dat je niet maar één iemand bent. Je bent niet alleen maar die persoon die verliefd is op die ander. Maar je bent ook de vriend van de familie van de verteller. Of je bent iemand die eerder iemand anders was dan in het moment nu. Moeten we het zo? Dat denk ik eerder. Want hij ziet gewoon de mensen als een opeenvolging van opeenvolgende gestaltes. Ja. En die gestaltes volgen elkaar op. En die heffen de vorige dan ook weer op. Ja. Dus dan is het eerst klaar. De verliefde Swan. En op een gegeven moment die falls out of love, zoals de Engelsen zeggen. En dan is die vorige is eigenlijk een afgestorven iets waar die niets meer... Dat is niet meer relevant. Nee. Speelt gewoon geen enkele rol mee. Maar goed, dus die vergankelijkheid, die vergetelheid, dat speelt ook in de verloren tijd, denk ik, mee. In het verloren van de titel. Precies, ja. En het wonderlijke is dan, vind ik, dat een soort voorwaarde is voor het ontstaan van een kunstwerk. En daarom is die hele Madeleine-ervaring ook zo belangrijk. Dat samenvallen van heden en verleden. Dan merkt als hij eenmaal dat besef heeft van dat samenvallen van die twee momenten, dan dat is de wet waaruit een kunstwerk voort kan komen. Kun je daar iets meer over vertellen? Ik kan misschien beter een citaatje voorlezen. Dat zit ook ergens in het laatste deel. Waar hij mediteert op, nou, wat is het nou, het boek nou dat ik wil gaan schrijven? Hè? Wat zou het kunstwerk moeten zijn? Hoe kan dat ontstaan? En dan zegt hij het volgende. Ik zeg, de verteller, dat de harde wet van de kunst is dat mensen sterven en dat wij zelf sterven. Sterven, opdat het gras niet van de vergetelheid, maar van het eeuwig leven groeien zal. Dus wij sterven opdat het gras van het eeuwig leven groeien zal. Het dichte gras van vruchtbare werken. Dus vruchtbare kunstwerken. Ja. Hè? Ja. Dus het is alleen omdat individuen uiteindelijk sterven. Hè? En alles vergankelijk is. Dat door het kunstwerk wordt dat op een bepaalde manier opgenomen. Opgenomen en verwerkt. En tot iets anders omgevormd. En dat andere was volgens Proust wel iets eeuwigs. Ja. Iets blijvends. Ah, eeuwig is misschien een groot woord, maar wel iets blijvends. Maar bedoelt hij daar dan mee dat je dat afgestorven ik kunt vangen in een werk? Of misschien niet het ik, maar het afgestorven moment. Kun je dat dan op zo'n manier als het ware conserveren? Of? Ja, dat wordt allemaal natuurlijk ook beschreven. Als je teruggaat naar de liefde van Swan. Ja. Dan worden al die momenten, al die successievelijke verschijningsvormen van Swan. Die worden natuurlijk allemaal beschreven en opgenomen in dat ene verhaal. Ja, en op die manier blijven ze wel. En op die manier blijven ze wel, ja. Ja, er is een andere mooie zin, vind ik altijd van hem. Ook in de hervormde tijd. Waar hij zegt, een boek is een grote begraafplaats. Waar je op de meeste... op de meeste graven kun je de namen niet meer lezen. De namen zijn uitgewist. Hè? Hierin kent die ervaring van als je over een begraafplaats loopt en er zijn stenen van lang geleden. Hè? En je ziet niet meer wie waren dat nou eigenlijk. Hè? Eigenlijk. En dat is een roman. Maar een roman is dat, ja. Ja, je kunt het heel negatief vinden. Nou nee, dat is best heel mooi. Het is denk ik een soort daar vrede mee hebben. Ja. En zien dat die namen moeten uitgewist worden van die individuen die ooit geleefd hebben. Ja. Maar tegelijkertijd, dus als individuen leven ze niet door, maar ze hebben nieuwe namen gekregen en ze zijn die personages geworden in de roman. Ja. Hij zag er zelf ook aan de ene kant, het is ambigu, hè? Hij zag er het vrede van in. Ja. Hè? Ja, dat is het goede woord misschien, inderdaad. Vrede. Er zit iets vreeds in. Ja, daarom zegt hij ook, het is de harde wet van de kunst. Ja. Daarom, hè? En er is ook, je noemde al even die Bergotte, die heeft ook zo'n soort moment, toch? Ja, dat is een hele mooie scène. Op een ander moment in de roman, dat heeft ook met Vermeer te maken. Hè? Bergotte was de schrijver die
die het zo model stond voor de grote schrijver, waar de hoofdpersoon zich aan spiegelde. Hè? Yeah. Die zo bewonderde enzovoorts. Aan het einde van zijn leven, hij is een beroemd schrijver geworden enzovoorts, dan gaat hij naar een tentoonstelling van Vermeer in het Louvre, het Bergot dus, en daar ziet hij het gezicht op Delft. Van het beroemde schilderij, het gezicht op Delft van Vermeer. En hij staat ervoor en hij zegt tegen zichzelf, Bergot, dat is zoals jij had moeten schrijven. Dat is nou de perfectie, dat schilderij. Ja. Maar dat is eigenlijk toch eigenlijk ook een beetje een ontevredenheid bij hemzelf natuurlijk. Hè? Ja, hij ziet in dat schilderij ziet hij het beroemde gele stukje muur. Hè? Hij zegt in dat hele schilderij zit één klein stukje muur. En dat stukje muur is zo perfect in het geel geschilderd. Dat is eigenlijk het mooiste aan dat schilderij, zegt hij toch. Ja. En nou, dat is ook hoe je zelf zou moeten schrijven, zo kunstig. En het zegt ook veel. Nou ja, en uiteindelijk, daarna krijg je dan, goed, hij gaat naar huis en hij krijgt een hartaanval en hij komt te overlijden. Ja, en het interessante is ook dat die scène heel laat, Proust plakte vaak, hij was continu bezig met verschillende delen van de roman. Hè? Ja. In dat stadium had hij eigenlijk al alle delen geschreven. Maar hij was bezig continu het nog bij te werken, de scènes bij te plakken. En deze scène schijnt hij in de laatste tuin te hebben bijgewerkt, omdat hij zelf dit meegemaakt had, Proust. Hij ervoer dat zelf, dat hij zo overvallen werd door dat schilderij. Ja, zeker. Nee, het gezicht op Delft, dat heeft hij gezien als hele jonge man, want toen is hij in Nederland geweest. Okay. Heeft hij een reis naar Nederland gemaakt, al in 1902 geloof ik, zoiets. Dus toen heeft hij hier alle musea gezien. Haarlem, Delft, Amsterdam. Gaan zo maar door het Mauritshuis. En toen al kun je in zijn brieven vinden dat het gezicht op Delft. Dat had hem enorm geraakt. Maar toen kwam dus, veel en veel later, in 1921, kwam een grote Vermeer tentoonstelling in Parijs. En toen was 1921, een jaar voor zijn dood. Toen was hij al heel ziek. En stond overdag eigenlijk nooit op. Maar goed, hij had gehoord dat het gezicht op Delft, dus hij moest en zou daar naartoe. Ja. En al op weg daarheen werd hij door duizelingen of ontvangen. En afijn, hij heeft het gezien. En ik geloof, er is ook een beroemde foto van hem in de Tuileries daarna. Waar hij er vrij toch fris bij staat. Dus goed, hij heeft het gezien. Ik zei daarnet dat Proust zelf in heel veel van zijn personages zit. En hij zit natuurlijk ook op dat moment in Bergot. Dan legt hij zichzelf daarin eventjes. Hè? Ja, ja. Maar goed, dat betekent niet. Al die kunstenaars hebben ook iets onvolmaakts. Hè? Gelukkig maar. Ja, iets onvolmaakts in die zin dat de verteller daar iets van leert. Ja. En dat hij zelf gaat proberen het dan nog beter te doen. Ik zeg het nu een beetje simpel hoor. Maar maar die hele scène van de dood van Bergot heeft een heel geruststellend einde. Want ik merk aan jou dat je het eigenlijk heel sneu vindt, zoals die dan aan zijn einde komt. Ja, een beetje. Als je een hartaanval krijgt, het heeft wel ook iets moois. Het kwam niet door Vermeer, hoor. Nee. Gelukkig maar. Nee. Nee. Maar er is een heel mooi slot van die scène. Waar staat, hij was overleden. Maar die nacht, toen stonden al zijn boeken nog in de vitrine van de boekhandels met verlicht. Als de, ik kan nou niet reproduceren, maar een beetje, het wordt vergeleken met de vleugels van een engel. Kijk. Dus dan zie je zijn boeken, het is net wat jij net een beetje aangaf, de boeken overleven hem. Hè? Vrij klassieke gedachte natuurlijk. Ja, dat hij daar een soort onsterfelijkheid door krijgt. Ja, dat je daarin toch de tijd ook voor een deel kunt vangen. Ja. Ja, en dan die verfilming van Raoul Ruiz. Toen we het hadden over de podcastopname, toen zei je, dat is nou wel echt een heel mooie verfilming van de roman, die ook wel een goed beeld geeft van de roman aan mensen die de roman zelf niet hebben gelezen. Wat spreekt je zo aan die verfilming? Ja, ik vind die verfilming van Raoul Ruiz, vind ik eigenlijk nog beter dan die van Schlöndorff. Ja. Ook hij heeft een hele mooie keuze gemaakt. Ik zei net, Schlöndorff heeft gekozen, ik doe alleen de liefde van Swann. Ruiz heeft, de film heet De Hervonden Tijd, of De Tijd Hervonden, maakt niet uit. Maar zoals je weet is dat de titel van het laatste deel van Proust. Ja. En dat is ook zo, dat hij gekozen heeft voor het laatste deel. En je zou je kunnen afvragen, wat is dat een lastige keuze? Want als je het laatste deel neemt, dan begrijpt het publiek helemaal niet, wat is er allemaal daarvoor gebeurd? Maar dat is helemaal niet het geval. Want dat is juist vind ik de geniale zet van hem. Ja. Hij neemt dat laatste deel en gaat van daaruit teruggrijpen naar allerlei sleutelmomenten in de roman. Dus eigenlijk zoals Proust zelf ook. Ja,
deed. Hij werkt dus ook weer met flashbacks, of liever gezegd met souvenir, volontair en involontair. Ja. Dat maakt niet zo heel veel uit. Maar op die manier lukt het hem om echt de herinnering, de werking daarvan te verfilmen. Hoe doet hij dat dan? Kijk, Raúl Ruiz is een van oorsprong Zuid-Amerikaanse filmmaker. En veel van zijn andere films kun je een beetje in het magisch realisme zien. Hè? Ja. Dus hij heeft een soort wereldvisie waar de werkelijkheid en dromen vloeien eigenlijk al continu in elkaar over. Mm-hmm. Ook in die andere films van hem. En dat is hier ook het geval. En de film leent zich bij uitstek natuurlijk. He, je kunt in een film kun je het heden en het verleden kun je heel gemakkelijk in elkaar over laten vloeien. Je kunt al die associaties kun je vrij gemakkelijk laten zien. Ik moet even een voorbeeld nemen, denk ik, dat het beste is. We hadden het er net over die openingsscène van de roman. Hè? Ja, daar heb je de hoofdpersoon, die ligt in zijn bed en hij kan niet in slaap komen. Hij zit tussen waken en dromen in. En dan op een gegeven moment, als hij ontwaakt uit een van die sluimerslaapjes, dan heb je een mooie zin waar hij zegt, nou, op dat moment wist ik totaal niet meer waar ik was en ook niet in welke kamer van mijn leven. Hè? Want ik heb al zoveel kamers geslapen. En in welke kamer zit ik dan eigenlijk? Ik wist niet meer waar ik in de ruimte stond. En ook niet op welk moment van mijn leven. Was ik nou dat kind waarvan dat bang was dat zijn haar geknipt ging worden? Bijvoorbeeld, zegt hij. Of ben ik die rijpe man die verliefd is op Gilberte met haar straks uit wandelen op dineren moet gaan? Ja. Enzovoort. Dus alles loopt volkomen door elkaar daar. Hè? En dat is iets, nou dat heeft hij bijvoorbeeld ook, Ruiz, dat zit in die film ook aan het begin. Ja. Het begin is ook wel typerend. Hij heeft voor Marcel, voor de hoofdpersoon, heeft hij een acteur gevonden die sprekend op Proust leek. Daar kun je van denken wat je wilt. Ja. Het heeft voor- en nadelen. Ja, dat kun je begrijpen, want dat maakt ook het risico dat het natuurlijk een beetje te veel op Proust wordt van jezelfers. Ja. Maar goed, je krijgt aan het begin van die film een mooie scène waar hij in zijn bed ligt met al zijn manuscripten enzovoorts. Maar langzamerhand wordt die ontwakende figuur uit het begin van de roman. Nou, en hoe pakt hij dat dan aan, technisch? Met traveling. Dus je hebt dat ouderwetse bed, daar ligt de hoofdpersoon in. Mm-hmm. Dus een man die heel erg op Proust lijkt, met net zo'n baard enzovoorts. En daaromheen zie je de meubels van de kamer. Die zijn op rails gezet en die draaien rond en omheen. Ah, en de camera draait de andere kant op. En dus gaat het hem helemaal duizelen. Ja. En de kijker ook. Ja. En er zijn ook allemaal sculpturen die draaien ook op die manier in het rond. En zo gaat alles eigenlijk een beetje zweven. En dat met die rails, dat heeft hij een aantal keren in die film gebruikt. Ja. Ook bijvoorbeeld met een concertscène. Daar heb je bijvoorbeeld een piano recital met een violist. En in plaats van dat hij dan die scène met die violist een beetje laat bewegen of ronddraaien, is het publiek dat er langs trekt. Ja, en daardoor krijg je hele vreemde, vreemde effecten. Dus dat is één ding, die travelings. Over het algemeen, die onwillekeurige herinneringen, die weet hij ook te verfilmen door heden en verleden te laten samenvloeien. Hè. Daar kan ik misschien ook een voorbeeld van geven. Op het ene moment zie je een klein jongetje, de hoofdpersoon, met zijn toverlantaarn. Een scène ook uit het eerste deel. En het andere moment zie je dat jongetje naar een raam lopen. Dat raam gaat open. En je denkt, nou, wat zal hij zien door dat raam? Maar wat gebeurt daar? Op het volgende moment zweeft hij door het raam naar beneden. Naar de binnenplaats. En op die binnenplaats, daar blijkt dan, komt hij ineens het meisje Gilbert tegen. Ja. Het meisje Gilbert is zijn eerste liefde. Ja. Maar het vreemdste is dan nog, dat hij dan ineens ziet hij zichzelf staan als een jonge man. Ja. Dus daar zie je tegelijkertijd het kind en de jonge man van 20, die met andere vrienden daar vrolijk op de foto gaat. He, dus door dat zweven wordt natuurlijk een volkomen bovennatuurlijke, surrealistische sfeer gecreëerd. He? Ja, ja. Maar dus wel dat goed die ervaring van die herinnering die dat kan zijn. Dan nu misschien in omgekeerde beweging, in de zin dat je vooruit kijkt. Maar er zijn inderdaad toch ook momenten in de film. Ik heb hem natuurlijk op jouw aanraden gekeken. En is dat in die laatste scène, dan komt hij die Gilberte weer tegen. Mm-hmm. Als oudere dame. Maar hij kan haar niet zo zien. Dus hij ziet een jongere variant van haar. Ja. Toch? Ja, ja, dat is ook een mooi moment. Een goed voorbeeld wat je hier noemt. Dat is een scène die inderdaad in dat slotdeel, de hervonden tijd, zit. Ja. Dat wordt afgesloten door een enorm bal. Een enorm bal waar alle personages nog eens een keer
tevoorschijn komen. Maar het is allemaal wel al na de Eerste Wereldoorlog. Ja. Dus we zitten al heel laat in de tijd. En al die mensen zijn ouder geworden. En hij heeft ze heel lang niet meer gezien, Marcel. En de meeste mensen herkent hij niet meer. En daarom heeft hij het gevoel dat ze maskers op hebben. Ja, maskers ja. van oude mannen en oude vrouwen. Maar eigenlijk zijn ze dat niet. En datzelfde geldt voor, inderdaad voor Gilbert. Ja, ja. En dan zie je een andere techniek die hij daar gebruikt. Die geloof ik overflow heet. Ja. Of zoiets. Als je het een in het andere laat smelten. Dus je ziet inderdaad haar, even denken, oude gezicht versmelt in het jongere. Ja. En dan weer terug. Ja. Of zoiets ja. eigenlijk. Hè. Er wordt heen en weer gegaan tussen de... De vrouw die hij gekend heeft, de mooie jonge vrouw en de oude vrouw. Dan gebeurt er nog iets geks, als ik me nu herinner. Want dan komt hij nog een hele jonge, mooie vrouw tegen. En hij denkt, oh, maar dat is Gilbert. Ja, ja. En natuurlijk blijkt dat haar dochter te zijn. Ja, ja, precies. Ja. Dus, hoe de tijd ook voorleeft in de toekomstige generaties. Precies, de generaties. Ja. Dat is ook een thema in dat laatste deel, ja. 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 Dus dat zijn allemaal een beetje experimentele technieken. Jij vond het een mooie film? Ik vond het een ontzettend mooie film. Ik vroeg me wel af hoe jij nou persoonlijk denkt dus over... Ik kwam in een van de stukken die ik las over de film in de New Yorker, geloof ik, tegen dat de recensent toen zei... Oh, ik zou zo graag niet de roman al hebben gelezen. En ik ben een beetje... Ik benijd de mensen die nog helemaal niks weten van de roman, die dan nu de film kijken. Ah. Zelf vond ik het wel fijn om wel iets van aanknopingspunten te hebben. En dus iets te weten van waar ik nou naar keek. Omdat je dan toch... bepaalde dingen misschien iets beter kunt plaatsen. Mm-hmm. Zou jij mensen ook aanraden om wel even een synopsis te lezen? Of nou ja, nu hebben ze deze podcast geluisterd. Dat helpt denk ik ook. Dan weet je ook waar je naar kijkt. Of denk je wel, nou ja, die hele onbevangen ervaring... dat is misschien ook wel waardevol bij deze film. Nou, ik heb zelf die film natuurlijk nooit kunnen kijken... nee, zonder er iets van te weten. Ja. Dus ik kan dat niet helemaal beoordelen. Maar ik denk wel, het lijkt me zeer verwarrend... Dat lees je ook wel in de kritiek, hoor. Van, zeer verwarrend om het te zien en helemaal niets van de verhaallijn en personages van Proust. Want, want het wordt nooit duidelijk hoe die personages heten. Wie zijn het nou eigenlijk? Nee, wat zijn ze van elkaar? Wat gebeurt er? Enzovoort. Ik denk dat je dan wel helemaal wordt... Je moet natuurlijk... Ja, sommige mensen vinden het heerlijk om opgeslokt te worden in een soort weerwar van schitterende beelden. Een stroom van prachtige beelden is het natuurlijk dan wel, hè? En dat maar is dan het zeker. Ben je natuurlijk toch wel... Het heeft natuurlijk wel een verfilming van Proust willen zijn. Ja, ja. Dus nee, ik zou toch eerder aanraden om eerst een synopsis te bekijken. Van het meer van de film. Ja. Of van de roman zelf. Dat is ook de meeste edities van Proust. Die hebben achterin een soort resume. Wat er gebeurt. Is ook makkelijk. Ja, ik denk dat dat toch wel een sine qua non is, hoor. En het zou de zwakte van de film kunnen zijn. Hè? Ja, maar dat is dan misschien dus ook wel een te... Ja, dan moet je bijna ook een tv-serie misschien maken om echt die hele roman te kunnen verfilmen en dan alles uit te kunnen leggen aan de kijker. Terwijl een groot voordeel van deze film is natuurlijk ook wel dat je dus inderdaad, als je wel iets van de roman gelezen hebt, dat je dan dat dromerige heel goed snapt en inderdaad dat magisch realistische wat je benoemt, dat dan een heel leuke, of dat herken je dan. En dan denk je, oh, wat goed gedaan, wat gaaf. Ja. Het Ruiz heeft echt naar mijn idee de essentie van de roman. Ja. Heeft hij van dus de werking van de herinnering en het stromen van de tijd. Dat soort dingen heeft hij echt zichtbaar weten te maken. Ja. En dat is het grote verschil met tv-serie. Er bestaat een Franse tv-serie die niet van Nana Companies heet ze, geloof ik. En dat zijn vele afleveringen. Dat is in Frankrijk ook best populair geweest. Maar dat volgt gewoon mooi alle verschillende delen. Okay. En, maar daar zijn, zeg maar, dat is filmisch niet echt interessant. Nee, omdat het dus misschien wat... Het is gewoon een realistische verfilming. Ja. En daardoor mis je natuurlijk ook, omdat je niet eindeloos mensen, zoals ik zei, al pratende hoofden kunt opvoeren. Nee. Want er zijn natuurlijk bladzijden lang waar de verteller alleen maar aan bespiegelt, aan het nadenken en aan het... En dat is er eigenlijk een beetje uitgehaald uit de tv-serie. Hè? Dus dat zie ik eigenlijk niet vergelijkbaar met zo'n film, hoor. Nee. Nee, dat zijn wel twee verschillende dingen, inderdaad. Iemand die daar iets nieuws mee doet en een eigen interpretatie van maakt. En iemand die heel getrouw de roman volgt. En dat toch ook op die manier toegankelijk probeert te maken. Ja. En nou ja, we hebben natuurlijk al benoemd, het is het Proustjaar dit jaar. Ja. We gaan natuurlijk die Studium Generale lezingenreeks doen. Maar je hebt zelf misschien ook wel allerlei andere activiteiten. Ja, het Proustjaar... wordt ten eerste, moet ik zeggen, dat in Frankrijk enorm gevierd wordt op het ogenblik. Oh, eigenlijk zijn ze er al een jaar mee bezig.
Volgens mij zijn ze al iets eerder gewoon begonnen, omdat ze zoveel wilden doen. Okay. Ja, er zijn echt gigantisch veel. Er zijn congressen, maar vooral ook twee grote tentoonstellingen op Proust in Parijs geweest. De ene was in het musee Carnavalet. Dat ging over Proust en Parijs. Dus dat was het Parijs van Proust. Ja. En de hele topografie van de roman. Laat ik maar. Het was een hele mooie tentoonstelling. Op het ogenblik in het Joods Cultureel Kunstmuseum is er een tentoonstelling over Proust. Dat heet Proust aan de kant van de moeder. En ik noemde het geloof ik al even, de moeder van Proust was Joods. Yeah. En daarom ook het Joods Museum heeft een heel aandacht aan de Joodse kant van de familie. Mm. Dus je ziet daar ook een soort stamboom van de moederlijke kant van de familie. En van allerlei thema's in de roman ook die je daarmee zou kunnen verbinden. Zoals het verhaal van Esther bijvoorbeeld, wat ook een bijbelboek is. Nou, zo zou ik meer voorbeelden kunnen noemen. Ja. Maar in Frankrijk wordt er gigantisch veel aan gedaan. In Nederland dragen we er ook een steentje aan bij. Inderdaad, met de serie die jullie organiseren. Maar daarnaast kan ik ook nog noemen, Nederland kent ook een Marcel Proust vereniging. Ja. En dat is een literaire vereniging van mensen die dol zijn op Proust. En daar zit ik van in het bestuur met een aantal collega's. En daar zijn we nu bezig om een mooie Proustdag, een soort lustrum te organiseren. Straks in november 2022 houden wij een dag in Zaandam. Zaandam, daar is de muziekhaven. De muziekhaven, dat is een schuilkerk die het bezit is van muzici. En daar houden we een dag met een lezing van een muzikoloog die heet Leo Samama. En dat is een Leo Samama-affaire. Die is bekend van de Surin-Generale. maar die is een groot specialist ook op van de Franse muziek van het eind van de 19e eeuw. Dus dit is een kolfje naar zijn hand. Hij gaat daar een mooie lezing over houden. En 's middags komt er dan een concert door Maria en Natalia Milstein. Ja, dat zijn een pianist en een violiste. En die hebben een paar jaar geleden een cd gemaakt. En dat heet De Zin van Vinteuil. En Vinteuil is namelijk de componist van Proust in de Recherche du Temps Perdu. De figuur van de muzikus. Als Swann verliefd wordt op Odette, dan hebben zij samen ook een muzikaal zinnetje. En dat zinnetje wordt eigenlijk het embleem van hun liefde. En dat is een zinnetje door de componist Vinteuil. Nou, en Natalia en Maria Milstein hebben een heel jaar gewerkt aan allerlei vioolsonates die allemaal, naar hun idee, iets waar dat zinnetje in zou kunnen zitten. Ja, zo letterlijk hebben ze het niet gezien. César Franck zat erin, Debussy en Pierre Lay. Zo zijn er nog een paar allemaal tijdgenoten van eind 19e eeuw. Dus ze hebben toen die cd gemaakt. En het zijn dus muzici met gevoel voor Proust. En daarom hebben ze gevraagd om die middag op 19 november, om dan een concert te geven. En dat wordt dan de viering van die 100 jaar Proust. En ook van de Nederlandse Proustvereniging die dan 50 jaar bestaat. En dat is één dag na zijn sterfdatum, toch? Of, dat klopt. Precies. De sterfdatum is op 18 november. Ja, en wij doen dat op 19 november. Een echte herdenking. Dus een hommage. Een hommage. Niet zozeer een herdenking, maar is dat. Nou, wat ontzettend leuk. En dat is dan voor de leden van de vereniging misschien om naar uit te kijken. Maar wij kijken natuurlijk allemaal ook erg uit naar de lezingreeks die daaraan vooraf gaat. En ja, daar is deze podcast. Die middag op 19 november zal ook toegankelijk voor publiek zijn. Ja. Kijk, dus in principe kunnen we afreizen naar Zaandam. Dat kan. Zeker. Wat leuk. Ja hoor. Ja. Nou, dat is dan wel een hele mooie afsluiting misschien ook voor de lezingenreeks. Want die gaat daar natuurlijk inderdaad aan vooraf. En deze podcast was een mooie introductie tot de lezingenreeks. Die komt in september uit inderdaad. Als mensen hem nu luisteren, dan kunnen ze zich alvast aanmelden voor de lezingen. Ik verheug me erop. Dankjewel dat je vanmiddag bij ons wilde aanschuiven. We spreken elkaar vast dan in oktober, 6 oktober. Zo is dat. Ja. Dankjewel. Dit was weer een aflevering van Radio Horselnest. Dank u voor het luisteren.